It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, die Chesso. En vandaag spelen we weer Call of Duty Advanced Warfare en we spelen een potje Team Damage op de nieuwe Assassin's Dance map. Site 244, het is niet nieuw, want het is al een tijdje uit. Maar het is alsnog de nieuwe DLC, dus vandaar dat we hem vandaag gaan spelen. Dus mocht u deze video natuurlijk leuk vinden, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. We gaan spelen met de bal 27 Obsidian Steed. Dit is mijn klas en ik zal hem even laten zien. En ja, we gaan nu gewoon terug. Oké, let's go. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Ik speel met best wel goede enemies. Althans, twee goede, de rest nog geen enkele prestige. Maar dat wil niks zeggen, want er kunnen ook reverse boosters zijn. Maar daar durf ik nog niks over te zeggen. Oh, ik heb wel gelijk een double kill. En daar was een triple kill mogelijk als ik niet werd gestunt. Ah, dat is jammer. Ik loop er weer in. Let's go. Let's go. Zo, dat gaat wel lekker. Oh, die wat te camper, jongen. Wajo, die zag ik even niet zitten daar zo. Ik schrok ook een beetje. Let's go. Oké. Ga gewoon kijken. Of een beetje veel kills kunnen neer gaan zetten in dit potje. Ik heb zo'n voorgevoel dat het wel kan gaan lukken. Maar dan moet ik niet op dat soort rare manieren doodgaan. Dat is natuurlijk bullshit. Zo, dit slaat nergens op dit. Kijk, hij met die hair trigger. Die AK is echt gewoon fucking slecht. Maar mijn aim is ook echt fucking slecht. Wacht even hoor. Omdat ik net van Black Ops 2 afkom. Ja, dit slaat echt nergens op, man. Dit zijn echt campers, wacht. Hun zijn aan het campen. Dan ga ik over switchen naar mijn AK met silencer. Kom maar. Kijk, ik heb zo'n gevoel dat ik in mijn rug geneukt word dadelijk, hè. Zo, let's go. Ik weet alleen even niet waar ze spannen op dit moment. Maar kijk, wat ik nu ga doen. Ah, daar zit dus geen enemy meer. Ah, dat is wel best wel zuur. Want anders had ik hem zo kunnen backriepen, jongen. Drie man hier. Oh my god, en ik heb er weer één. Altijd mijn bad luck, hè. Er staat drie man voor me. En ik heb er altijd maar één of twee of zo. Maar nooit alle drie. Kijk, en teammate pakt ze opeens allemaal op. Of toch niet? Kijk, maar nu dit. Oh, dat is teammate. Dat was zo chill, want nu weten ze niet waar ik ben, maar ik weet wel waar hun zijn. Zo. Zit er daar eentje te campen, jongen? Ik ben gestukt! Wat? Deze wil ik even zien. Ah, deze was echt mooi. Deze was echt mooi. Nee, hij stukt me gewoon fucking across the map, zowat. Want dit zijn weer van die mensen die in de spawn blijven zitten. Dus dat is irritant. Oké, er zit dus een teammate. Ik zit vast achter dat... Oh, nee hè. Dat ding wat daar stond, daar zat ik vast achter. Anders had ik ze gewoon alle drie kunnen pakken. Deze mensen lopen dus gewoon alleen maar in groepjes. Ik denk dat daarom ook een party is ofzo. Want ze joinen opeens allemaal tegelijk in die lobby. Dan hoeven ze niet allemaal dezelfde gaming pack te hebben, ik zweer het je. Het gaat echt kut. Hoeveel sta ik eigenlijk? Nou, 16-9. Dat gaat nog wel chill. Maar Advanced Warfare vind ik gewoon steeds kutter worden. Maar ik vind het wel leuk om op te nemen. Maar, ook zoals ik altijd zeg, het is niet leuk om gewoon... Kijk dan! Ze zitten met drie man daar. Wat moet ik dan doen, jongens? Alsjeblieft. Speel even gewoon normaal of zo. Ik ben toch ook in mijn eentje hier zo? Ja, ik ga die ook gewoon campen. Fuck dat. Die zijn er zo wel meer, want nu weten ze tenminste niet waar ik zit. Oké, je één gozer komt dan naar binnen. Teammate, pak jij hem? Oké, teammate heeft hem. Oké, nice.
Nu is de vraag waar ze zitten. Ik denk weer hier rechts van me. Let op hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ik zeg het en ik loop er naartoe. Wat ben ik ook echt een domme lul ook, jongen. Campers are real in dit potje, jongen. Ik zweer, daarom speel ik nooit meer Advanced Warfare buiten mijn opnames. Zo, het is ook ziek heet in mijn kamer, jongen. Tering, 50 graden of zo. Nou, dat ook weer niet, maar... Het is wel fucking warm. Ah, kut. Ik dacht dat ze daarheen kwamen. Ik kom nu weer in. Let op. Ja hoor. Huppakee. Ik zei het je. Oh, ik ben wrecked, mate. Oh nee, teammate. What the fuck, jongen. Oh, dat was teammate stond ervoor. Waardoor ik van mijn aim afraakte. En nu gaat heel mijn aim weg. Omdat als die bombing run overkomt. Ben je helemaal de lul. Ik heb even mijn mors opgepakt. Zo, ik ben echt scheef. Let's go. Oh, ik zit weer vast. Echt, hoe vaak ik deze map of deze opname al vast heb gezeten. Echt niet normaal. God, wat een kutmap is dit ook hoor. Oh, ik zag mijn backfire. Dus ik heb die gozer. Die ik heb gekillt met die sniper. Was zijn sniper. Zo, jij bent even gehouden weer, mate. En zoals jullie ook zien, ik ben nu nog steeds level 48. En de vorige keer was ik 46 of zo. Dus dan kan je echt zien dat ik gewoon niet buiten mijn opname speel. Oh, en dan zat hij onder me. Ja. Teammate zit onder 15 schiet. Die Rich Music. Die zit waarschijnlijk ook hard te campen. Ik kan die wallbang in de game. Ik heb echt letterlijk niks te zeggen over deze mensen, jongen. Kijk even naar de score. Kijk naar mijn score, 31-15. Dit krijg je dus tegen je als je Advanced Warfare speelt. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het helemaal geweldig. Jongens, maak alsjeblieft het potje snel af. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ja, let's go. Jongens, we hebben gewonnen. Dat is natuurlijk wel chill. Deze mensen waren niet altijd goed tegen te spelen in ieder geval. Maar ze hebben geluk omdat ze campers zijn ze dan weer in de voordeel. Omdat ze gewoon al gepre-aimed op je zitten. Ik heb wel een chill eindscore 33-16. Dus mocht je van deze video genoten hebben, laat alsjeblieft je blauwe duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij een andere video. Jongens, tot de volgende keer. En zoals dat zegt, later.